Ciara. Ja. Ik dacht dat het de Ciara was, nee. Maar het is Ciara. Ja. Met Justin Timberlake en het liedje heette Love, Sex and Magic. Goed, Erik Swennis is inmiddels aangeschoven, dat zou je begrepen hebben. Ja, goed, we hebben Nitin Sensi in de speler zitten. Ja, een band die ik heel tof vind, of eigenlijk een duo uit Vlaanderen. En ik heb ze eigenlijk maar één keer live gezien, dat is alweer jaren terug in Tivoli. En dat was zo impressive. Wat mij betreft de goede variant op Vive La Fête. Maar daar zijn de meningen vast over verdeeld. En ik ben het helemaal met je eens. De nieuwe plaat heet Yeah Yeah Yes. Dat is dan weer een beetje mislukt, vind ik. Want ja, dat moet je niet doen als er een band is die Yeah Yeah Yes heet. Maar ja, misschien met een knipoog. En dan een rare wereldmuziekhoes. Maar ga die plaat nou eens luisteren. En dan kom je erachter dat die eigenlijk gewoon heel goed is. Misschien niet heel hip of heel nieuw. Maar wel gewoon heel goed gedaan. En dan nee, niet op de Prodigy manier. Dat alleen ik hem culte genoeg en goed vind. Nee, echt een goede plaat. Goed. En we gaan wat luisteren. Ik weet alleen niet welk nummer. Ja, we gaan Kids draaien. Dat is de single van die plaat. Ik wil nog wel even vertellen dat ik ze een keer geïnterviewd heb. En dat ze vertelde toen dat ze helemaal geen muziek draaien in huis. Dat vond ik heel grappig. Hebben ze kids? Ze hebben kids, zeker. En het enige muziek die klonk in het huis, in huizen Nitin Sensi, ze zijn echt een stijl, is de K3 die uit de slaapkamer van boven komt. Dat zou je niet zeggen als je deze single hoort. Hier is Kids van Nitin Sensi. Zou dat ook over die kinderen van Nitin Sensi zelf gaan? De Kids Want Noise? Nee, dat denk ik niet. Ze zijn misschien wel wat ouder geworden. Als je maar lang genoeg K3 luistert, wil je vanzelf noise natuurlijk. Ja, zo is het wel. Nee, ik vind het tof. Ze hebben geluisterd naar boys noise, naar alle fidget dingen, naar Joost van Bellen anno 2006 en daarna. En hebben dat in hun eigen wat lompe electro clash ding gegooid. En ik vind het leuk. Ik vind het niet het beste nummer op de plaat. Het is wel de single, maar er staat dus nog meer moois op. En binnenkort vast op de luisterpaal. Volgende week komt hij uit. Oh, kijk. Goed, dan nu een momentje. Ja.